Goedemorgen Femke. Goedemorgen. Hoe lang is het geleden dat ik hier was? Nou, wat was het? Januari, hè? Ja, dus, ja. Dus 2,5 maanden. En nu ben je er klaar voor, hè? Ja. Fem hairstyling, ja. Ja. En jij noemt jezelf ook haarkunstenaar, toch? Of haarkunstenares? Ja, ja, dat... Maar dat doe je vast niet voor niks, want dan doe jij waarschijnlijk dingen die anders zijn dan reguliere kappers, of... Nou, ik probeer andere dingen zeker te doen. Op een andere manier benadering van mijn klanten. Op een andere manier, het kleuren waar ik natuurlijk erg bedreven in ben en wil blijven. Dus... haarkunstenaar, ik wil een beetje onderscheiden daarin. Ja, want jij was toen ook bij de avond met Piccola Italia, ja. Toen was je ook een, ja, toen zag ik wel ongeveer wat je kan. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar... Ja. En jij komt van de ZEP, kom jij deze kant weer op? Ik kom van de ZEP, dus ik zet mijn zaak gewoon hier in de stad verder voort. Ja. Dus, heb jij eerder al in de stad gezeten? Ja, op het Damplein. Dus dit is 15 jaar ongeveer ben ik al ondernemer, dus dat gaat... Ja, maar hoe oud ben je als ik vraag maar? Onbeleefd, hè? Ik word 42. Oh nee, ik ben 42. Dat is een mooie leeftijd. Ja. En nu zijn we dus in het pand. Nou ja, dit was altijd de slijterij. Ja. Daar lijkt het dus helemaal niet meer op. Nee, het is een nieuwe insteek, denk ik. En ik heb zeker geprobeerd om het huiskamergevoel een beetje wil ik terug te inbrengen. Ja, maar je loopt hier meteen tegen een lekker bankje aan, ja. Met een tafeltje. Ja, met een lounge zit. Maar iedereen moet zich zowel jong als oud bij mij gewoon lekker thuis voelen. Ja, want heb jij inderdaad, heb jij vooral dames of heb je ook kinderen? Ik heb alles, dames vooral, wel kleurklanten vooral, maar heren ook en ook kinderen. En ik vind het ook belangrijk dat families alles hier welkom is. Dus dat vind ik leuk, dat vind ik lekker werk voor mezelf ook. Dus dat is... Maar ik zie ook dat je 4 spiegels en 4 stoelen hebt. Ja. Werk jij alleen of heb je ook nog collega's? Nee, dat vaker meer. Ik heb geen collega's, maar ik heb 4 stoelen gezet met het gevoel erbij dat ik... Ik heb wel eens 3 klanten tegelijk met de kleuringen. En ik wil eigenlijk gewoon dat iedereen kan blijven zitten waar die zit. Op het gemak. En dan hoeft niemand te switchen. Dus ik vind het wat lekker, wat ruimtelijker staan dan op elkaar. Dus voor mij is dat puur het gevoel. Ik ga werken met niemand, ik ga ook met niemand samenwerken tot op heden. Dus dat bevalt goed zo alleen. Dat snap ik ook wel. Dan moet je toch ook weer allemaal dingen schakelen. Ja. Zo. Maar dan zie ik ook achterin, heb je ook nog een... daarachter wordt mijn... Het is nog niet helemaal. Mijn wellnesshoek. Dus hier ga ik straks ook wat meer kuren en zo voor mensen bereiken. En jouw lieve is op de achtergrond bezig, want de achterkant, zeg maar, de kantoren, daar houdt hij zijn kantoor. Ja, daar houdt hij zijn kantoor. Maar dat houdt hij ook liever zo, en die hoeft niet zo nodig in de picture. Nee, die wil niet zo nodig. Maar jullie zijn hier dus over het algemeen wel, hij is ook in het pand als jij er bent. Ja, gezellig. Ja. Dus je bent nooit alleen. Ik ben nooit alleen, nee. Heerlijk. Nou, ik sowieso nooit alleen, want ik heb ook altijd mijn klant, hè. Dat is ook zo. Ja. Nou, het is gewoon een mooie plek, goed aan te lopen. Ja. Dus en vanavond heb je nog een feestje hier? Ik heb vanavond de opening tussen 6:30 en 9:30. Iedereen is welkom? Iedereen is welkom. Kom gezellig een kijkje nemen, een drankje doen. En ik hou van de Brabantse gezelligheid. Hè. Dus dat, ben je Brabantse van oorsprong? Ik ben Brabantse. Ja? Dus ja? Mag er gewoon dat is heel blijven. Goed. En je website en zo, die heb je ook toch? Website, Femme. Dus mensen, alles wat ze willen weten over tarieven en mogelijkheden, dat staat er allemaal op. Ja, hij is nog niet, ik moet zeggen, nog net niet helemaal aangepast, maar dat komt in de komende weken, komt dat helemaal. Ja, precies. Ik bedoel, je moet ook nog wat kleine dingetjes opruimen. Dat zijn de puntjes. Hoort er allemaal bij. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan wens ik je heel veel succes hier. En dankjewel voor de, het is een kleine rondleiding, maar precies genoeg. Meer hebben we niet nodig. Hey, dankjewel, veel succes. Ja, dankjewel.